Woensdag 16 maart 2022 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in de gemeente Best. En daarom heeft Plein Best het idee geopperd om alle politieke partijen in Best uit te nodigen en hen 6 vragen voor te leggen. 5 vragen krijgen ze van tevoren en kunnen ze over nadenken. En de 6e vraag wordt een verrassingsvraag. Het interview wordt door mij afgenomen, Henk van den Heuvel. En gefilmd door Tom Lassink en Tjeerd Martens. Vandaag zijn we in gesprek met Jo van der Boogaard. Ik mag wel zeggen de nestor. En volgens mij ook de raadsoudste. Nee, ik ben niet de oudste. Harry Smits is in leeftijd ouder. En dan denk ik... Gaston Slagers. Ja. Die zijn ook allemaal ouder volgens mij. Maar waarom ben je ooit begonnen met Jo, inderdaad? Wij zijn in eind jaren 70, begin jaren 80 kwamen we met een groep jongeren bij elkaar. En we werden van hot naar haar gestuurd. En wij wilden wel eens een eigen honk hebben, een eigen accommodatie. Ja. Binnen de kadans en binnen de voeg was dat niet echt mogelijk. En toen hebben wij geprobeerd een zelfstandig jongerencentrum te gaan realiseren. Maar ja, de politiek stond daar niet open voor. Dus we bleven maar een beetje aanmodderen met de beperkte middelen die we hadden. En de verkiezingen van 1982 kwamen eraan en wij hadden een informatieblaadje vanuit Gonzo in de Bessenaar. Ja. Dat was toen een Bessenaartje en Groeien Best. Ja. En dan mochten wij 1 volle pagina in de maand mochten wij vullen met informatie over jongeren, door jongeren. Ja. Nou, de verkiezingen kwamen eraan en toen hebben wij verkiezingsprogramma's voor zover die beschikbaar waren doorgelegd, zeg maar, of bekeken. Van welke partijen doen iets voor jongeren en dan konden wij jongeren stemadvies geven. Ja. En toen kwamen we vrij snel achter dat jongeren een ondergeschoven doelgroep was voor politieke partijen. Niet interessant genoeg of ik weet niet wat de reden was. En met een biertje op en Jan Walen en Gerard van Opstal, een beetje de oudgediende, die zei waarom beginnen we niet zelf een partij voor jongeren en dan door jongeren in die tijd. Maar in eerste instantie was het bedoeld voor 4 jaar. Ja. Maar nu zit je er nog steeds in. Ja. En jullie partij die groeit, hè? Ja, die is wel groter geworden, ja. Maar wij waren in die tijd in de veronderstelling van als we in de gemeenteraad komen en we kunnen meepraten, dan kunnen we de doelen die we stellen, die zijn snel te realiseren. Wij wilden jongerenhuisvesting, wij wilden woningen voor starters, wij wilden sportaccommodaties overdag meer toegankelijk maken voor de werkloze jongeren. Er was veel werkloosheid, vooral in het Wilhelminadorp. Ja. Zo hadden wij een zelfstandig jongerencentrum wilden wij, dus een eigen ruimte waar wij meer gebruik van konden maken als wat we nu hadden bij de kadans. We wilden ook hebben dat scholen, als er geen les gegeven werd in de avonduren, dat die bezet werden, dat er gebruik van gemaakt voor bandjes om te repeteren of kunstenaars, maakt niet uit, maar dat in ieder geval ruimtes efficiënter benut werden. Ja. En wij dachten, wij gaan zitten waar het beleid gemaakt wordt. En dan... En dan zitten we nou nog. En want, bij hoeveel leden geldt jullie partij? Wij hebben nou op dit moment 3 zetels in de raad. En zelfs een wethouder. En een wethouder, ja, klopt. Wij hebben de laatste verkiezingen zijn wij van 2 naar 3 zetels gegaan. Ja. En toen vonden de partijen in de gemeenteraad dat wij onderhand maar eens bestuursverantwoordelijkheid moesten gaan dragen. En dat betekent dat je dan een wethouder. En dan hadden we toch een andere manier. Kijk, krijgt wat meer verantwoordelijkheid. Ja. Komt wat meer druk op hoe te staan eigenlijk. En toen Stan, die is onze wethouder. Ja. En, Ja, en naar aanleiding van het bezoek van Jo deze keer, hebben we een aantal vragen opgesteld die alle politieke partijen krijgen. Okay. Heel duidelijk is dat ik alleen de vragen stel, maar niet in discussie ga. Nee. Het is jullie mening over bepaalde vragen. Er zijn 5 vragen die jullie al gekregen hebben. En er komt dadelijk nog een verrassingsvraag bij. Maar dat is ook een actueel onderwerp, dus de eerste vraag. Wat is jouw mening over duurzaamheid? Hè? Je hoort over gas, huizen zonder gas, andere manier van opwerken. Ja, ik denk dat we daar wel naartoe moeten. De fossiele brandstoffen die raken op en ze zijn op dit moment niet betaalbaar bijna. En ik vind dat we gewoon langzaamaan de mensen mee moeten nemen op weg om besparingen te gaan doen. Wij zien vooral op dit moment mogelijkheden
in besparingen, isoleren. Ja. Kijk, dat, en, er is lange tijd gedacht dat zonnepanelen de oplossing zouden zijn, maar er is beperkte stroomcapaciteit, ja. Dus daar zitten we haken en ogen aan. Wij denken ook dat net als bij de mobiele telefonie, als je het telefoontoestel van 10 jaar geleden pakt en je pakt het telefoontoestel van nu, dat is een wereld van verschil. Ja. En, ik heb nou een Nokia, die zat hier begin jaren 2000. Als je zo'n telefoon vergelijkt met wat de telefoon. Dus ik denk dat ook in die zonne-energie en energie, alternatieve energie, enorme sprongen gemaakt gaan worden. En wil niet zeggen dat we terughoudend moeten zijn, we moeten wel langzaam. Ja. Maar als je dan praat over gasvrij, denk je bijvoorbeeld aan het Wilhelminadorp. Ja, nou, daar zit ik mij dus ook aan te denken. Wilhelminadorp, ja. Hoge Akker, relatief lang bestaande wijken. Ja. Wilhelminadorp is van net na de oorlog. Heel veel huurhuizen nog, alles op gas. Ook, wij denken dat een enorme klus gaat worden. Wij denken dat niet gaat worden in het Wilhelminadorp. Wat dan? Van het gas af. Wat dan, dat weet ik niet. Ik weet niet wat de alternatieven zijn. Nee. Maar die huizen, misschien hebben ze dan zijn levensduur bereikt. Het zou zund zijn, want het is toch een mooie wijk. Hè? Mooie wijk. Gigant. Ja. Ik heb er altijd gewoond. Eerst in de Rooslingenstraat, daarna in de Ruhoestraat en nu in de Koopmansstraat. En in de huurhuizen is wel veel gedaan door de woningcorporatie. Ja. Die zijn nieuwe daken, geïsoleerd, spouwmuurisolatie. Ja. Maar veel meer kun je niet, op duurzame gebied. Hè? Nee, en dan zonnepaneeltjes zie je toch wat meer verschijnen. Maar in andere wijken van West zien ze meer als in het Wilhelminadorp. Ja. Maar een tijdje geleden hadden wij ook een discussie in de raad, zat mevrouw Abrahams, de eigenstel van de IVN. Ja, Marijke. Ja. En die zei, als we nou eens allemaal een extra trui aantrekken, dan kan de verwarming 2 graden lager. Ja. Dus die zit gewoon in een hele simpele oplossing. Kijk eens waar je in je eigen omgeving, in je eigen huis. Ik zag van de week een reportage op televisie in een Rotterdamse wijk, een beetje vergelijkbaar met Wilhelminadorp. En daar hebben ze een soort van buurtcoaches, er woonden ook veel allochtone mensen. En die gingen gewoon met rollen isolatietape en tochtstrip en dat soort dingetjes. Ja. Gingen ze tochten bij mensen gewoon door de ramen konden zien. En met heel simpele middelen kun je daar toch kleine stappen zetten om mensen naar alle tochten te komen. Om die besparingsdoelen te bereiken, zeg maar. Ja, en je weet al wat lager. Ja, vooral de laatste. Dat is heel belangrijk. Ja. Het andere punt is het jeugd- en jongerenwerk in Best. Hè? Daar hebben jullie enorm kar getrokken, altijd gestimuleerd dat er zou komen. Ja. Is nou alles bereikt of moet er nog veel gebeuren? Nee, er moet nog veel gebeuren. En wat dan? Corona heeft, maar daar kunnen we wat op terug blijven vallen, heeft veel roet in deten gegooid. Ja. Maar Todo is nog niet het bruisende jongerencentrum waar wij ook voor ogen hebben. Het zou veel meer open moeten zijn eigenlijk. Je ziet wel dat het jongerenwerk gaat meer de wijken in, gaat jongeren opzoeken, gaat jongeren ontmoeten. Gaat ook met jongeren die overlast, want die jongeren en overlast wordt al gauw met elkaar in verband gebracht. Ja. En ze proberen ze op die manier richting Todo te trekken, zeg maar, en daar met activiteiten op te zetten. Maar het grote bruisende jongerencentrum is er nog niet van gekomen, maar het moet groeien ook. Hè? Maar is daar ook een belangrijke taak voor de jeugdraad bijvoorbeeld? De jeugdgemeenteraad? Ja. Ja, die zou... Want die stimuleert daar wel, hè? Skatebanen. Ja, er komt nou een Cruijffkoord. Ja. Ja, en er zit ook in Best is een sport, ik weet niet hoe het precies heet, sportcoördinator aangetrokken. Ja. Die zit op, vooral omdat jongeren ook meer achter de computer zitten en thuis op zijn zolderkamertje als des buiten zijn. Vroeger waren wij alleen maar buiten. Ja, we hadden niks. Moesten oude kleren aantrekken en buiten gaan voetballen. en die probeert jongeren wat enthousiaster te maken om te gaan. Ik zeg, die zo'n Cruijffkoord kan helpen. Maar je ziet toch wel wat activiteiten, want ik rij regelmatig langs Todo. Ja, jongeren die komen ook vaak. Ja, jongeren zitten dikwijls ook buiten, omdat er binnen niks niet open is. Nee. De Lumensgroep heeft het nou overgenomen van de LEF-groep. En daar hebben wij nog geen evaluatie van gehad. Nee. En ik weet ook niet, maar de plannen zijn wel voortvarend, maar op dit moment kun je niks, dus je kunt er ook niet peilen van hoe dat is, hè? Nee, en je ziet bij ons in het Wilhelminapark, die jongeren die daar rondhangen, ze kunnen nergens terecht. En in de buitenlucht, mag het, ik weet niet, ze doen het.
Maar wat zal er in de toekomst nog meer moeten gebeuren op dat gebied? Om het jongerenwerk gewoon leuk te maken. Ja, ik denk dat het ook net als bij ons, het kwam van ons van onderuit. Ja. Jan Walen, die was destijds jongerenwerker, ja. die faciliteerde alleen. Ja. Die zocht groepjes mensen. En als er een band geregeld, of een band, ja. dan denkt hij, oh, laten we ze een optreden gaan verzorgen. Nou, dan werd hij een beetje gefaciliteerd vanuit Mobest. Ja. De wegen naar de gemeente die werden uitgelegd, de vergunning werd mee begeleid, ja. maar wij deden het allemaal zelf. Ja. Fietsen erin over het kanaal bijvoorbeeld. Ja, dat weet ik wel. Een activiteit die wij gekopieerd hebben van de televisie. Ja. We hadden de eerste keer zelf meegedaan met de tros op tv. En toen hebben zij, dat kunnen we zelf ook. Ja. Dus, maar ik denk dat er meer van onderuit is. Maar ik moet wel zeggen, in die tijd was er veel werkloosheid. Heel veel jongeren hadden niks te doen. Nee. De druk op jongeren was veel minder groot. Ja. Qua studiebelasting, studieprestatie. Ja. We hadden studiebeurzen. In die tijd, daar heb ik zelf nog... Ja, ik ook. Ja, jij ook. Nou. En dan krijg je toch een andere... druk op hoe bestaan als jongeren, zeg maar, of het zijn van het jong zijn. Ja. En er worden hoge eisen gesteld. En vroeger hadden heel veel hele grote gezinnen, dus. Je wordt ook kleiner. Ja, kleiner, compacter, de druk is groter. Maar heb je het gevoel dat de andere partijen ook mee willen gaan met jullie ideeën? Oh, ja, ik denk, nou, dat is niet alleen ons idee, maar ik denk als er vanuit de Lumensgroep hele creatieve ideeën komen om jongeren, ik denk dat wel gestimuleerd gaat worden, ook raadsbreed, hoor. Ik denk niet dat er partijen zijn op dit moment die het niet belangrijk vinden om te investeren in jeugd en jongeren. Misschien de een wat meer als de ander. Dat kan wel, denk ik. Dus accentverschillen krijgt in de bedragen die... Want faciliteiten heeft best in feite al genoeg, hè? Ja, man, sportverenigingen. Ja, op alle fronten. Wat dat betreft, het voorzieningenniveau is super. Want ik weet nog, van het voetballen, als wij met Best Vooruit en later met de boys, als wij bij Tongeren kwamen, dat was een trieste. Ja. En nu is het allemaal wat veranderd. Maar ik weet wel dat verenigingen die bij ons kwamen, zeker in de nieuwe accommodatie van Best Vooruit en... Ook, in de, ook bij de boys. Ook bij de boys, die zeggen, wow, dat hij hier kan in zo'n dorpje. Ja. Zo goed gefaciliteerd, zo netjes. En wat dat betreft mogen we gerust trots zijn waar we met z'n allen, alle partijen in de loop van de jaren, hebben neer kunnen zetten. Ja. Maar ook aan de verenigingen, die doen heel veel vrijwilligerswerk. Steken daar enorm veel tijd en energie in. Ja. Wij noemen ze altijd de clublullen. Maar er zijn wel de mensen die de vereniging dragen. Hè? Ja. En daar moet ik gewoon alleen maar respect voor hebben. En al die vrijwilligers, maar ook al die jeugdleiders. Ik ben zelf ook jeugdleider geweest een lange tijd. Daarna trainer of begeleider van een coach, senior elftal. Maar als je ziet hoe breed scala dat was. Maar ook vanuit de verenigingen ontstonden veel activiteiten. Ja. Meer als nu. Maar dat is zuiver ook te wijten aan die corona. Dus. Ja, dat klopt. Ja. Maar dan komen we automatisch bij het volgende punt. De prijzen gaan allemaal omhoog. Hè? Het kost veel gasport steeds duurder. Ja. En vooral ouderen en grote gezinnen die zitten met het probleem van hoe moet ik het op het eind van de maand rondbreien? Ja. Hebben jullie daar ideeën van? Ja, wij hebben wel. Er is voor mensen, voor de minima zijn er regelingen. Mensen die dus onder een bepaalde inkomensgrens dreigen te raken of geraakt zijn door omstandigheden of doordat de AOW niet mee indexeert bijvoorbeeld. Die kunnen wel een beroep doen op bepaalde financiële ondersteuning. Maar dat is een drempel voor die mensen. Ja, dat is een heel grote drempel, want mensen schamen zijn eigen, mensen geven het niet graag toe. Nee. Dat het, nou zie je wel, en dan kom ik toch weer bij op het jongerenwerk. Jongerenwerk is breder geworden als alleen jongerenwerk. Ja. Zo gauw jongeren in beeld zijn, wordt ook hun thuissituatie mee geanalyseerd en bekeken. Ja. En dan komen er allerlei andere hulptroepen opdragen, daar waar nodig. En dan krijg je dus een bredere aanpak van, dan is een probleem jongeren, die is zo geworden vanwege een aantal omstandigheden, zeg maar. Nou, want ik weet het zelf, op school had ik ook probleemkinderen. En dan schakel ik de Stichting Leergeld bijvoorbeeld in. Ja. Nou, en die zorgen ervoor dat die knaap
toch ongesproken. Ja, nou, en dat is dus belangrijk wat jij gehad hebt als docent of leraar, ja. die signalerende factor. Ja. Dat zou veel meer moeten gebeuren, dat je dus kijkt van waar is er aan de hand, waar zit er achter? Ja. En hoe kunnen wij faciliteren dat het weer op de goede... Maar de Stichting Leergaard bijvoorbeeld is een heel mooi voorbeeld. Is een mooi voorbeeld, ja. Want ik blijf erbij, maar dat hebben we altijd gezegd. Als die jongeren wat te doen hebben, ja. dan is het probleem een stuk opgelost. Ja, ja. Maar dat is vaak het probleem. Ja. Maar ja, voor de ouderen wordt het steeds moeilijker, hè? Want als je maar een gewoon AOW'tje hebt... Ja, dan is het niet makkelijk. Nee, want de prijzen die 5% las ik, of zag ik van de week, in december vorig jaar, gestegen. En de AOW die gaat ik heb al een jaar of 8 AOW, maar ik heb het alleen maar omlaag zien gaan. In feite, alles is duurder geworden. Dan heb ik geluk dat ik pensioen heb, een behoorlijk pensioen, maar er zijn mensen die echt moeten beknibbelen. Maar de gemeente Best heeft een vangnet is zo'n raar woord, maar die hebben wel... Alleen, hoe krijgen wij mensen zover dat ze er ook gebruik van gaan maken? En ik zeg, de schroom om hulp te vragen is groot. Hetzelfde gelukkig... Ja, ook bij de voedselbank. Ja, voedselbank is ook een buitengewoon. Het is triest dat het moet, maar het is voor veel gezinnen wel een hele goede, fijne oplossing. Ja. En zo zijn er meer initiatieven. En het is... Ja, die zou eigenlijk ook wat meer bekendgemaakt worden. Ik heb misschien, mag ik iets persoonlijks vertellen? Ja. Vroeger had je in Dodo, kwam 2 of 3 keer in de week jonge gezinnetjes bij elkaar. Ja. Die zich financieel niet konden permitteren om kinderen naar de kinderopvang te doen. Ja. En ja. Zelf hadden ze meestal of dikwijls ook geen baan. En die ontmoetten elkaar daar, konden een bakje koffie pakken voor een kwartje. Of 50 cent. Ja. Maar die hielpen elkaar ook met tips, met kleertjes. Als die kindertjes die werden groter, maar die kleertjes die bleven over. Die kregen dan die andere gezinnen die nog kleinere kinderen hadden. Ik ben heel veel jaren voor die club Sinterklaas mogen zijn. Ja. Met heel veel plezier. En, ik vond dat een geweldige... Maar de initiatief is op een gegeven moment afgeschaald en verdwenen. En dan denk ik... Maar je ziet het toch langzaam terugkomen, bijvoorbeeld in de kadans. Ik hoop dat bij de kadans zijn nu... Inloopochtenden ook voor mensen met een psychische beperking, zeg maar, of een psychische hindernisje. Ja. Die toch gewoon in de wijken wonen, gelukkig. En met wat begeleiding en ondersteuning, zodat ze uit het zorgcircuit blijven. Dat is ook mooi. En, maar ik denk dat we dat soort initiatieven moeten koesteren en vooral steunen. Maar het vinden, of nee... De onderconsumptie noemen ze, Partij van de Arbeid, en er zijn ook wel meer partijen die hebben er ook altijd aandacht voor gevraagd. Onderconsumptie wil zeggen dat er middelen en mogelijkheden zijn voor bepaalde groepen, maar dat die groepen daar geen gebruik van maken. Nee. En dan gaat het erom van hoe... Maar dat is schaamd, hè? Hoe haal je ze over die drempel? Ja, en dan hebben ze wel eens gedacht met buurtcoaches of vertrouwenspersonen of met keukentafelgesprekken. Ja. Een beetje creatief denken en een beetje creatief zijn, dan kunnen we toch wel een heel eind komen, denk ik. Maar om al die mogelijkheden op te lossen, is het dan niet beter dat Best onderdeel wordt van de gemeente Eindhoven, of moeten we zelfstandig blijven? Nee, we moeten, Jong op de IO is van mening dat we zelfstandig moeten blijven. We hebben laten zien, waar we het straks over hebben, ons voorzieningenniveau is goed, de aanpak. We hebben dikke 30.000 inwoners. Het voorzieningen, maar er hoort ook de vangnetten die wij gecreëerd hebben, die horen er ook bij. En wij zitten dichter bij elkaar. Bij ons is het niet zo anoniem, hè? Ja. In die grote stad. Als jij onderdeel bent van een grote... Kijk, we kunnen wel samenwerken en kijken waar hun aan kennis en know-how opgedaan hebben in bepaalde wijken. Want je ziet toch vooral initiatieven op wijk, ook in grote steden, op wijkniveau ontstaan. Dus niet voor de hele stad, want dat is hartstikke anoniem. Maar in de wijken kennen ze elkaar, is vertrouwd. Ja. Mensen moeten ook... Vooral ook oudere mensen moeten ook noodgedwongen langer thuis blijven wonen in de eigen woning, in de eigen wijk. Die krijgen nou dan de schuld dat ze dure huizen bezetten, maar ze bouwen daar geen goede koopalternatieven voor. Want dan krijg je zelf doorstroming. Maar kunnen we het financieel wel zelfstandig blijven? Ja, we kunnen financieel. Ja, de reservepotje dat we hebben, is dat onbeperkt? Of... Je bedoelt financiële reserves? Ja. Nee, die is niet onbeperkt. En er zijn ook discussies afgelopen raadsperiode, maar die zijn nog niet nodig gebleken, om de OZB mogelijk te gaan verhogen.
En dat betekent weer dat de mensen, de oudere mensen meer moeten betalen. Ja, nee, dat is, OZB betaal je alleen als je eigenaar bent. Als je eigenaar bent van een woning. Maar een gedeelte toch ook als je een huurwoning betaalt? Nee. Als je huurwoning, dan kunnen corporaties kunnen dat misschien doorberekenen, maar dat vinden wij niet fair. Ja. Waarom is die discussie ontstaan? Het Rijk zegt, jullie krijgen steun van ons, maar jullie percentage wat jullie uit de OZB halen is te laag. Voor best dan, hè? Er zijn gemeentes die een veel hogere OZB hebben als wij. Ja. Wij zitten relatief heel laag. Ja. En dus het Rijk die gaat ons dadelijk korten als wij onze OZB niet verhogen. Dus dan komt het uit de lengte of uit de breedte. En wij hebben nou gekeken, als je de OZB met 2 of 3% verhoogt, dan praten we over een tientje per jaar per gezin. Hè? Dat is een euro in de maand. En als je ziet hoe die huizenprijzen gestegen zijn, dan denken wij, mensen, ik wil niet bagatelliseren, maar dan denk ik... Maar er hangt zo'n zware lading aan het fenomeen OZB, alsof dat een soort straf is, dat je een boete moet betalen. Omdat je... Maar dat is gewoon, daar hebben wij ons voorzieningenniveau door op peil. En jij denkt dat dat nog blijft lukken? Nee, maar ik denk dat als zo gauw het Rijk gaat zeggen tegen de gemeente best, jullie krijgen minder uit het Rijksfonds, of jullie moeten de OZB, de OZB die gaat dan omhoog, want dan komt het, anders komt het tekort. En als we tekort komen, dan moeten we toch weer ergens gaan halen. Ja. En dan is OZB de weg, denk ik. Maar niet in één keer 100 euro erbij, maar dat hoeft ook niet. Het gaat erom, wat ik net zei, het Rijk die zegt, jullie halen te weinig uit de OZB, dus gaan we straffen. Nou, en dat moeten ze zien te voorkomen en dan moet het een beetje belangen. Maar als je dat goed uitlegt aan de mensen, en uitlegt dat wij een voorzieningenniveau hebben, wat klinkt als een klok, dat wij sportvoorzieningen en accommodatie, dat wij ook voor de mensen aan de onderkant van de samenleving heel veel doen, dan heeft iedereen er vrede bij, maar leg het in godsnaam uit. Ja, maar dan hebben we het over het onderwerp communicatie. Hè? En dan komt vraag 6. De mensen in West, inwoners in West, die denken dat alles wat beslist is over het nieuwe gemeentehuis, komt langs Zeeman. En er is verder niet over te praten. Ja, dat is een beetje kort door de bocht, denk ik. Ja, er is misschien niet voldoende over gecommuniceerd, niet voldoende open, maar... We hebben op dit moment Bestwijzer. Bestwijzer is een verzameling van hulptroepen, zeg maar, die mensen in Best wegwijs maken ergens. Ja, ja. Of je nou hulp nodig hebt, of psychische klachten, of woon. Maar daar kun je voor alle problemen, zo breed als het is, kun je daar terecht. Maar die zitten los van het gemeentehuis. Maar die is toen bewust door Leo Bisschops onder andere. Ja. Maar de mensen van Bestwijzer, alle betrokkenen van Bestwijzer en alle betrokkenen in het gemeentehuis, die hebben de koppen bij elkaar gestoken. Ja. En die zijn tot de conclusie gekomen, op basis van nieuwe ontwikkelingen, van dat er meer thuisgewerkt wordt, op basis van allerlei centencijfers ook, want het is ook een kwestie van geld, als je twee gebouwen hebt, is toch al. Nou, en die hebben het plan geopperd om om samen te gaan. Het ook samen gaan. Maar als daar ze eigenlijk al moeten communiceren met de bevolking, dat ze daarmee bezig waren. Uit dat samen gaan is... Die hebben een aantal eisen gesteld aan de nieuwe accommodatie. Nou, dan krijg je dus, daar hebben wij met de gemeenteraad heel uitvoerig over gesproken, het oude gemeentehuis zoals het nu is verbouwen, je hebt een aantal scenario's, er hangen prijskaartjes aan, en dan was het meest gunstige scenario is om nieuw te bouwen, langs de zee, want dat is eigen grond. Ja. En dan kijken wat we met de huidige gebouwen, want je hebt nog die grijze kolos, zeg maar. Ja. Maar dat is een beetje ondankbaar, maar dat is het monumentaal. Dat is een monument, hè? Gemeentelijk monument. Daar moet dus blijven staan en daar kunnen we inhoudelijk ook mooie functies in onderbrengen. Die van Best bijvoorbeeld, of misschien nog wel meer mensen. Maar blijft dan het centrum een bruisend centrum als je daar een gemeentehuis neerzet? Ja, nou. Er wordt vooral ingestoken op multifunctionaliteit. Dat als de ruimtes niet in gebruik zijn. Dat ze toch gebruikt worden. Dat ze toch gebruikt gaan worden. En, zijn het al over de bibliotheek bijvoorbeeld? Er komen multifunctionele ruimtes die een bredere functie gaan krijgen. En mogelijk nog appartementen voor ouderen of jongeren? Nou, dat zou kunnen, er is ook over gesproken. Dus, maar dat is allemaal nog in ontwikkeling.
Maar misschien ook op communicatief gebied. Mensen hoeven niet te denken dat alles al in kan en kruis. Er komen nog heel veel inspraken. Maar als je, ik rijd daar regelmatig door het Wilhelminadorp en Naarsmes. En dan hoor je van, oh, alles is al geregeld. Komt langs Zeeman, kan het waar? En daarom, vandaar die betrokken bestenaren die in actie zijn gekomen. Ja, want die stappen die zijn al wel gezet. Dus richting het doorontwikkelen van de plek langs de Zeeman. En daarover na te denken van hoe moet dat gestalt gaan krijgen. Maar er is niet gedacht bijvoorbeeld over het stationsgebied om daar... Stations zijn ze nou ook mee bezig, hè? Om te kijken van wat daar voor mogelijkheden zijn. Er zijn onderhandelingen gaande met mensen die daar bezittingen hebben, gebouwen, het tapijtcentrum. Ja. De dingen is nou weggegaan, de Boerenbond, die zit nou bij Declaton daar. Maar het hele stationsgebied, daar zijn ook allerlei werkgroepen mee bezig. Ja. En ook in de raad is een grote werkgroep, er zijn voorlichtingsavonden al geweest. Ja. Maar er is nog niks, niks staat vast, alles is mogelijk. Maar ze willen daar wel een concentratie maken van woningbouw. Maar dan krijg je het oude gemeentehuis, dat moet blijven staan, de monument. En dan tegenover, langs Zeeman, krijg je dan het nieuwe gemeentehuis met eventueel appartementen. Ja, en dan heb je de plek waar het gemeentehuis nu, wat het gemeentehuis nu is. Ja. Dat is ook gemeentegrond. Ja. En daar kunnen ook allerlei invullingen aan geven. Dan kunnen appartementen, dat kan van alles worden nog. Hè. Of misschien komt er wel een hele creatieve architect die de gebouwen... Maar de gebouwen zijn dikke 40 jaar oud, schijnen niet uit te blinken in energiezuinigheid, in multifunctionaliteit. Omdat er toen zo niet gedacht werd, denk ik. Nee. En ik weet niet of het gebouw kan blijven staan hoor, in zijn huidige hoedanigheid. En dat je daar dan nog een hoop functies in onder zou kunnen brengen. Maar anders biedt dat enorme mogelijkheden. Ook aan de achterkant, dat je een verbinding maakt met de Ekker. Ja. Die vereniging van wooneigenaren die daar al die woningen hebben en die winkels eronder, die willen ook iets nieuws ontwikkelen. Die willen ook alles plat en doorontwikkelen en daar iets gaan realiseren. Dan krijg je een heel groot gebied waar een hele brede zienswijze op losgelaten zal moeten worden. Dat je een beetje integreert en koppelt. En ja, daar gaat nog veel water... Maar het wordt in ieder geval geen traditioneel gemeentehuis zoals nu de meeste mensen denken. Nee, dat is ook niet meer van deze tijd. En er is ook in het... Corona heeft veel negatieve dingen gebracht. Maar mensen zijn wel anders gaan werken ook. Ja. Ook het thuiswerken is wel meer gestimuleerd. Dat betekent dus best veel voor... dat je een hele hoop bestaande arbeidsplekken flexibeler in moet richten, zodat meerdere mensen daar gebruik van kunnen maken. Ja, vooral ook bijvoorbeeld de bibliotheek, als die verhuist naar of het oude gemeentehuis of het nieuwe gemeentehuis, die ruimte is ook weer over. Maar je moet het als integrale ontwikkeling zien, maar het is al een traject waar al enkele jaren loopt, maar er is nog niks beslist. Er komen steeds nieuwe gedachten bij ook. Of nieuw, slimmere gedachtes, laten we het zinvollere gedachtes noemen. Dus we kunnen beter nog een paar jaar uitstellen? Zo. Nou, hoeft niet uitstellen, je moet aan de gang gaan met een ontwikkeling. Ja. Maar je ziet op architectonisch gebied en op duurzaamheidsgebied de ontwikkelingen zo snel gaan, dat als je nu verduurzaamt, dat is volgend jaar alweer verouderd en dan is er alweer nog betere, mooiere, slimmere apparatuur. Maar als ik het goed begrijp, de meeste partijen die zeggen wel van, moet ook rekening houden met wat de inwoners willen. Dus zeker. Maar die worden er nog bij betrokken. Maar ik had graag, wij en er zijn veel meer partijen die hadden graag gezien, maar op communicatief gebied schiet de gemeente vaker wat tekort. Dat ze te laat met informatie komen. Ja. Dat ze het zelf denken, dat ze het goed doen. En daar zijn nu verbetertrajecten losgelaten. Dat ze dus zich bewust van zijn van hoe eerder dat je mensen informeert. Dus bijvoorbeeld wat ik straks vertelde over die OZB. Leg uit dat als de OZB niet verhoogd wordt, dat best minder geld krijgt uit een landelijk fonds. Waardoor we moeten bezuinigen of een hoop dingen niet meer kunnen doen. En uitleg is vaak accepteren. Ja, precies. En neem mensen mee in een ontwikkeling. Jo,
We zijn mooi op het einde. Oh, dat weet ik. Is dat klaar, ja? We zijn heel blij dat je hier naartoe wilde komen, naar Plein Best. Plein Best is, draait ook met vrijwilligers. En we willen ook dat alle partijen, en ook Jo, gebruik maakt van Plein Best. Dan kunnen ze gratis nieuwe dingen opzetten. Het is heel makkelijk, alles wijst zich vanzelf als je inlogt op www.pleinbest.nl. Maar daar moet je zeker gebruik van maken. En we hopen dat steeds meer mensen gebruik maken van Plein Best. Het wordt ook gestimuleerd door de gemeente. En je ziet het aantal, bijvoorbeeld de PvdA samen met GroenLinks, die hebben er al gebruik van gemaakt en een paar stukjes erop gezet. Oké, daar heb ik, ja, dan moet ik maar kijk zeker eens op die website. Dat ga ik doen. Gaan we doen en we zullen zeker binnen ons clubje zeker mogelijkheden zien om ook dit medium te gebruiken, zeg maar. En ze weten bij jullie waar ze terecht zijn voor de vragen. Ja, dat hoop ik wel. Dat denk ik ook wel. Bedankt. Ja.